Maar oké, ik zit ook te wachten totdat de woningstichting komt. Mijn grootsteen die loopt al wel makkelijker door mijn eigen toedoen met dat ding, weet je wel. Zeg eens hallo. 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 Hé? Oh, zo lief, hè? Ja. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer vrijdag en 11 oktober en we leven om 12:43. De diertjes hebben al eten gehad, enkel eeuwen laat het weer staan en die begint weer om wat anders te mekkeren. Ja, want die lust ook een beetje brood met vleeswaren, dus ja, krijgt meestal ook wel even. Want dat is toch bijzonder dat een kat gewoon normaal een stukje van brood eet. Ja, want ze eet het ook zonder beleg. Maar oké, ik zit ook te wachten totdat de woningstichting komt. Mijn grootsteen die loopt al wel makkelijker door mijn eigen toedoen met dat ding, weet je wel. Die ontstopper. Maar ik wil toch hebben dat ze hem eventjes verder nakijken. Want het water blijft naar mijn zin te lang in de grootsteen staan. Ja, en dat moet niet. En dan boven een leertje, dus ja, ik denk wel dat ze zo klaar zijn hier. En ze zouden eerder komen omdat het weer slecht is. Want ik kreeg vanochtend vroeg al een telefoontje van... Hé, hey, van de woningstichting. En dat het niet vanaf 3:00 zou wezen, maar dat ze al voor 3:00 zouden komen. Want ze waren aan het schuiven geweest met de tijden. En met de cliënten waar ze naartoe moesten. En dan, zullen we het beleven hoe laat ze komen. Ik weet het niet. In ieder geval voor 3:00. Nou ja, en dan hoop ik ook dat het nog even droog zal zijn. Zodat ik op en neer naar de winkel kan. En als ik in de winkel ben, maakt het niet uit dat het regent. Maar als ik weer terugkom, ja, graag dan wel weer even droog. Ja, gelijk heb jij, meisje. Ja. Dus ja, voor de rest moet je zelf het zonnetje zijn. Want ja, het regent. Dus ja, dan gaan we zelf maar het zonnetje wezen hoor. Ja, kan er ook niks aan doen. En het waait. Kom, nonnen. En de herfstkleuren die verdwijnen, werd er gisteren al gezegd, door die harde wind. Dus ja, ik kan er ook niet op uit verder weer om dat er weer op te zetten. Dat die herfstkleuren zo mooi worden. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Dat heeft het weer het moedertje natuur in de handen, niet ik. Dus ja, wie weet volgend jaar beter. Ja toch? Ik ben één keer naar Kwelderduin geweest met jullie. En dat staat nog allemaal op de camera's, maar... Voor de rest, ja, daar kan ik er niks aan doen. Nee. Ik kan er echt helemaal niks aan doen. Maar de bladeren vliegen om je oren. Nou ja, dan ga je ook 1, 2, 3 niet zo snel naar buiten. Nee, ik niet. En ook met die regen niet, maar me niet na te regenen voor niks. Hè, misschien dat morgen droog is en dan kan ik morgen even. Ja. Ja nou, meisje. Ja, want zondag krijg ik visite, dus ja. Voor het eerst, ik ken ze niet. Nee, ik ken ze niet. Ja, via de telefoon ken ik ze. En via een foto ken ik ze. Maar voor de rest ken ik ze niet. Nee. Dus dat is leuk, altijd gezellig. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet er in ieder geval van wat jullie gaan doen. Ik ga het met wat ik ga doen. Ga ik het fijn hebben. Dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer middag. Al lang al. 15:52. Ja, en ik was zo druk bezig met van alles en nog wat. Dat ik helemaal weer vergat om de camera te pakken. Maar de beste man van de woningstichting is dus al lang al geweest.
Hij heeft alles doorgespoeld, alles losgehad en uitgespoeld en gedaan en schoongemaakt. En de keukenblok is een stukje omhoog gegaan, want die knelde de afvoerslang vast. En die is flexibel, die is niet zoals bij een normaal huis, daardat deze keuken omhoog en naar beneden kan. Dan moest hij 2 tot 3 centimeter omhoog en toen kwam de slang vrij. Ik zal het jullie even laten zien, maar ja, het is onder het aanrecht. Dus ja, onder een aanrecht heeft men het nooit echt netjes. En Frodo's drinkersbak die staat er. Kijk, die ribbelslang, dat is mijn afvoerbuis. Ja, dat is mijn afvoer. Dus ja, en kijk je omhoog en dan moet je zien hoeveel krullen. Nou, dat is gewoon allemaal zwanenhals. Dat is gewoon niet leuk. Dus daar zit allemaal troep in. Nou, dan heeft hij die slang vrijgemaakt. Want die zat in de kreukels. Dus hij moest 2-3 centimeter omhoog. Toen heeft hij hem opengebogen weer, want hij was helemaal plat. Dus ja. En nou loopt alles weer fatsoenlijk door. Het loopt weer weg zoals het behoort. En daar ben ik wel blij mee. En boven schijn ik een nieuwe kraan te hebben. Dat zie ik vannacht wel als ik weer naar boven toe ga. Ja, simpel zat. Ze hebben wel kraan altijd bij hun in de bus. Maar hij moest een andere kraan hebben dan die in de bus zou hangen. Dus hij moest terug naar de zaak om daar een andere op te halen. Want die ik nodig had, die had hij niet in de bus. Dus ja, moest hij toch terug naar de zaak. Hé, jij nou meisje? Ja. Oeh, was hij. En ik ben druk bezig. Ik heb een vlog in elkaar aan het zetten geweest die heb ik gerenderd. Die kan ik zo meteen naar YouTube brengen, maar dan moet ik eerst nog weer een plaatje voor maken. Ik ben bezig om al mijn gifplaatjes die ik in de afgelopen tijd weer gemaakt heb, in mijn groep te zetten op Facebook. Daar ben ik mee bezig. Dus ik heb druk. Ik heb nou net koffie gemaakt en mijn koek gepakt. Dan ga ik het zo meteen lekker benuttigen. En het is bar en boos rot weer. Ik ga er niet uit. Niet boodschapjes doen. Ik hoop dat morgen wel knap weer is. Want ik moet toch wat spul voor mijn lippen hebben. Want mijn lippen die zijn gesprongen. Doet zeer. En dat heeft iedereen met dit weer. En dan moet ik weer even spul verhalen, want dit gaat zo niet goed. Hou jij eens even op, juffrouw Poetske doen? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet in ieder geval. Wees zelf maar het zonnetje, want dit is me niks. Nee. Dus ja, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer zaterdag, 12 oktober. En we leven al, schrik niet, om 14:54. Ja, ik heb lekker lui gedaan vandaag. Ik heb lekker nog niks gedaan, dan enkel een spelletje. En dat lekker op mijn bedje, met de diertjes aan het kroelen geweest. Ja, gewoon een lekkere, druilerige zaterdag. Ik moet er nog wel even uit, om dat morgen visite te krijgen. En de man in persoon die lust cola, die wil verder niks hebben dan enkel maar cola. Nou ja, dan moet ik een fles cola halen. En zij is net zo gek als ik op koffie, dus ja, dat heb ik altijd wel in huis. Dus ja, dan moet ik nog even een fles cola halen. Dat kan ik bij verschillende winkels halen, dat maakt niet zoveel uit. En ik moet dan naar de Vibra toe, dus komt ook allemaal wel goed. Maar het regent nou, het is druilerig, ja. En ik zal zo meteen even kijken op mijn buienradar, hoe lang dat aanhoudt. En dan ga ik straks lekker even de hort op. En ja, ik moet deze camera leeg zien te krijgen. Ik moet voorlopig met de oude camera van Karin aan het werk. Daar heb ik niet zo'n schermpje op dat ik mezelf kan zien, zoals nu. Maar deze camera die heeft maar één, hoe noemden ze dat nou? Ik weet het niet eens meer. Oh jee.
Er was maar één kanaal die werkte. Dus hij is eigenlijk in principe mono, laat me zeggen. Ik weet het niet meer. Ja, één geluidspoor werkt niet goed, alleen mono linker speaker. Dus ja, dat moet wel goed zijn, hè? Ja. Zo hebben we hem gekocht. Ik weet er verder ook geen toeter en geen blazer van. Dus ja, ik ga deze camera vandaag leeg halen, dat ik hem van de week weg kan brengen. En dan ga ik gewoon met die oude van Karen aan de gang. En dan moeten we maar zien hoe dat allemaal weer gaat. Dat is wel weer even wennen. Je bent nou een klepje gewend omhoog te steken en dan kun je jezelf zien. Maar ja, dat heeft die oude camera niet. Helaas, binnenkaars, het is niet anders. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Dat doe ik ook. En ik ga eventjes een bakje koffie doen. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Zo, lieve vrienden, ik ga de regen in. Ja, de cap maar weer op. En andere jas aan die wat langer is met de capuchon. Want het blijft aan één stuk doorregenen. Dat is gewoon niet leuk meer. Nee, maar ik moet er toch uit. Ja. En ik heb geen regenkleding, nee. Want die maten die deugen niet. XXL, nou het lijkt wel 38 of CQ40. Maar daar pas ik niet in. En dan heb je zelf ook nog kleding aan. Ja, nou, die past er gewoon niet in. Ze houden er geen rekening mee, nee. Dus ja, ik ga de hort op en ze zeggen tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis, ik heb de boel alweer opgeruimd en ik ben zelfs alweer in huis, even bij de wc aan het werk geweest. Want ik had wat nieuws gekocht, dat was een spray, moet je insprayen de boel, wat hygiënisch moet zijn. Ja, alles moet natuurlijk hygiënisch zijn, maar op dat moment even, dat moet je dagelijks eigenlijk even doen. En dat spray je in en dan met een droge doek, als het even ingetrokken is. Laat me zeggen, 2 minuten even in laten trekken. Dan kan je het met een droge schone doek het allemaal afnemen. En het blinkt je tegemoet. Ja, dus dat heb ik ook al even gedaan. Nee, is dat ook tenminste schoon. Ik heb eventjes Labello gekocht voor mijn lippen. Want die begonnen te breken en kapot te gaan. En dat is geen lekker gevoel, dat doet pijn. Dus ja, dat heb ik ook even gedaan. En ik ga naar ontbakken. Koffie maken, ben ik wel weer aan toe. En, ach, beest. Kandel springt op het raam, maar met een koppie tegen dat Halloween ding af van Bloedcafé de hoek om. Daar kwam ik tegenaan en dat tikte weer tegen het raam aan. Ja, en dan schrik je. Oh, ja, lieve schat, was jij er ook weer? Hé, ja nou, wat verdikkie. Dus ja, ik ga even verder aan de gang. Ik moet nog ook de camera weer leeghalen. Morgen toch weer opnieuw beginnen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Dus ja, dat gaat allemaal gebeuren. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Die moet nog weer naar YouTube. Dus ik heb nog wel druk. Ja, ik weet niet eens hoe laat het is. Gaan we eerst kijken. Ja, 17:27 loopt toch tegen 17:30 aan. Dus ik zeg ook... Smakelijk eten met z'n allen. Bon appetit. Ja, wij gaan dat ook nog zometeen allemaal nog doen. Dus mijn eten is nog klaar. Dus hoef ik het maar op te warmen met de dieren eten. Nou ja, komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel best in orde. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Hallo. Tikke, 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 tik. Laat jij even mijn bloedcafé staan? Kandolf? Kandolf? Laat je mijn bloedcafé even staan? Hé? Hey. Ja, kom eens. Kom eens. Zeg eens hallo. 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 Hé? Hey. Oh, zo lief hè. Ja. Nou, je bent trouwens loodzwaar. Dan is Eeuwen vele malen lichter. Hé? Hey, ja. Maar oké, lieve vrienden, tot later. Doei, doei.